Op zondag 23 oktober overspoelden tientallen koetsen, kalesjes en andere bijzondere rijtuigen het Nationale Park de Hoge Veluwe. Veel koetsen waren bespannen met meerdere paarden. Het was voor het eerst dat het park zijn deuren wagenwijd openzette voor dit soort voertuigen. Er waren een aantal bijzondere pronkstukken te bewonderen, zoals deze ruim 100 jaar oude postkoets. Het is authentiek, het komt uit 1880. Het was vroeger eigenlijk in het bezit van een familie van welstand. Daar gingen ze mee buiten rijden, maar ze gingen er ook mee naar de rennen, naar de paardenrennen. En dan gingen ze achter het publiek staan. En alles is aan boord. Ik bedoel, er zitten koelboxen in, er zit een toiletje in. En ze konden daar lekker bovenop die koets konden ze die rennen volgen. Eigenlijk is het daarvoor vroeger gebruikt. Dit is de binnenzijde van de koets. Vroeger waren die mensen kleiner, maar normaal gesproken kunnen hier 4 mensen in zitten. En hier zo, en dat is wel grappig, hebben ze eigenlijk nog zo'n oude poeldoos in verwerkt. Er zit een klep, zie, met een ruimte waar ze op kunnen zitten. En zo konden ze eigenlijk alle behoeftes ook nog een keer op de plek doen. Ik kom zelf uit Otterlo, maar als je hier zo naar binnen rijdt, de Hoge Veluwe op, en je ziet deze zon, en s ochtends vroeg, en je ziet die dauw en die zonnestralen en die kleuren van de herfst. En dan ben je met die paden bezig en dan kijk je over die paden heen, zo over die vlaktes. Ja, dat is zoiets bijzonders. Echt apart. Wie heeft er nou vandaag het meeste plezier? De hond of toch het baasje? Het baasje. Ja, want zij wil eigenlijk loslopen en dat mag hier niet. Kan ook niet met het wild. Het kan eigenlijk wel trouwens, moet ik zeggen. Want al steekt er een ree over of een wild zwijn, kijkt ze niet naar. Ze aanbidt de paarden. Daar loopt ze strak naast. Naast het prachtige tuigage was er ook veel aandacht voor de kleding. Nou, laten we eens even beginnen. Ik heb een lijfje aan. Lukt die, Corrie? En daaronder een rok. En als het goed is, zit een onderrok onder en onderbroek. Maar die heb ik nu niet aan. Ik denk, nou, het wordt nu zo koud. Dus ik doe echt een lange broek onder. Het is niet sexy, maar ja. Het is wel warm. Mooie ochtend zo. Prima. Dit is toch een lust voor het oog. Of niet? Waarom is dit zo mooi? Ja, als je zelf van aangespannen rijden houdt, dan is dit gewoon een lust voor het oog. En de omgeving? Ja, dat is prachtig. Een mooie plekje in Nederland bestaat er niet. De koetsentocht vormde de afsluiting van de Week van het Paard. Kijk voor andere evenementen op onze site www.hogeveluwe.nl.